De verkondiging, de kern van de verkondiging draait om deze tekst, vers 11. En zij hebben hem, dat is dus de draak, overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, onthulling. Laat zien wat er echt gebeurt achter de dingen die wij concreet ervaren. Dat is het boek Openbaring. Een boek harder nodig dan ooit tevoren, ook nu weer, om te lezen, om te overdenken. Om met elkaar ons in te verdiepen, wat gebeurt er eigenlijk in vredesnaam? En iedereen die gewoon het journaal of de kranten volgt, ziet met stijgende verbazing de laatste maanden een explosie aan antisemitisme. Pure jodenhaat verkapseld in demonstraties. Wat gebeurt er in vredesnaam? Wat een intense haat. Wat gebeurt er in de Verenigde Naties? Wat gebeurt er wereldwijd met Israël? En die haat die zich opbouwt, omgezet wordt in politieke besluiten, uitspraken. Als kerk moeten we wakker zijn. Niet misleid worden. Dat staat er ook in dit hoofdstuk, hè? Dat die oude slang de hele wereld op een verkeerd spoor leidt. Dus als je het grote spoor van de grote massa wordt, zit je er per definitie naast. Moeten we onze ogen open hebben en goed luisteren. Ik denk dat het meer dan ooit tijd is om goed te volgen wat er gebeurt. Maar dat bepaalt niet hoe wij erover denken. En hoe we erin staan. Daarvoor hebben we de Bijbel nodig, naast het nieuws. Om te duiden, wat gebeurt daar? Wat wordt er van ons verwacht? Wat hebben wij te verwachten? Wat heeft Israël te verwachten? En waar roept de Heer ons toe op? Nou, daarvoor is het goed dat je vanavond toch gekomen bent en dat u thuis ingeschakeld bent om toegerust te worden. Nee, ik ga u vanavond niet pleasen zoals op een cruiseschip. Heel veel mensen denken dat de kerk een soort cruiseschip is met een groep personeel en die iedereen verwendt. Je hebt zo'n massageruimte en een hot tub en dat is de kerk. Je gaat lekker zitten en het moet zo relaxed mogelijk zijn. Nou, dan ga je vanavond niet moeten komen, want ik ben een aanvoerder van een vliegdekschip. En op een vliegdekschip loopt niemand met lege handen. Iedereen doet wat en iedereen is nodig. Dat is ook mijn taak, om u toe te rusten tot dienstbetoon. Niet dat je denkt, nou ja, we hebben weer een dienst gehad. Nee, dat je klaargemaakt wordt om aan de dienst te gaan. Dat is de kerk. Een trainingscentrum voor het leger van God. En daarvoor moet je dingen weten. Gewoon weten met je verstand. Om te kunnen duiden. Om niet misleid te worden. Een van de allergrootste valkuilen van de kerk 2024 is hun onkunde. En niet het minst, ik heb heel wat contact ook in de evangelische beweging. Als ik hoor dat jongeren en gezinnen thuis niet meer Bijbel lezen. Verbijsterend. Want dan word je misleid. Dan staat er opeens iemand op en die schreeuwt wat en die doet heel indrukwekkend. En iedereen denkt dat hij van God is. Terwijl als je de schrift opent, is dat de misleider. Heeft hij alle kenmerken van misleiding. Moet wakker zijn. Wat leert de Heer Jezus ons als kerk na hemelvaart en na Pinksteren? Twee hele belangrijke dingen. Blijf in mij. Een bepaalde houding van volharding, ondanks alles. Blijven. Blijf ook in de gemeente in eenheid. Want daar zijn alle pijlen op gericht om uiteen te drijven. De diabolos. Een wig. Daar is de duivel altijd mee bezig. Heel subtiel en heel publiek. En dan zegt hij in Johannes 15, maar let op. Jullie gaan gehaat worden. De goddienst zal jullie niet zien zitten. En de wereld niet.
En daarvoor, en als gevolg daarop, komt het hele onderwijs over de Heilige Geest. Hoe hou je dat vol? Ik heb mijn geest als de advocaat, als de trooster, als degene die erbij komt, gezonden, zodat jij kan volharden. Dus alsjeblieft niet die slachtofferrol. Van wat hebben we het allemaal zielig en beroerd? Helemaal niet. Alles staat klaar. Alle geestelijke zegeningen heeft God beloofd. En nu is de vraag, sta je in het goede leven? Dien je de goede koning? Of hoor je bij de verliezer? Dat is Openbaring 12.